De gemeente Groningen en de universiteit hebben concrete afspraken gemaakt over de komst van de tram, zodat wetenschappelijke onderzoeken op het Zernike-complex niet verstoord worden. In het verleden zijn ook al afspraken gemaakt, maar deze zijn nu scherper geformuleerd. Dit was nodig omdat de universiteit anders geen grond wilde afstaan voor de tram. Mocht in de toekomst uit onderzoek alsnog blijken dat de eisen van de universiteit onhaalbaar zijn, dan gaat de gemeente op zoek naar een alternatieve route voor de tram. De toeristenbelasting in de gemeente Groningen gaat volgend jaar niet omhoog. Het stadsbestuur vindt dat ondernemers te laat zijn ingelicht en stelt de verhoging een jaar uit. Groningen wilde de zogenoemde logiebelasting met 20 cent verhogen. Een bezoeker van de stad zou dan voor een nachtje slapen in een hotel 3,50 aan belasting betalen. Tegen dat plan was veel verzet in de hotelbranche. Groningen zou op dat gebied een van de duurste steden van het land worden. Uit protest tegen de dreigende sluiting van basisschool Karrepad aan de Van Oldenbarneveldlaan hebben ouders en leerlingen spandoeken opgehangen. Ook elders in de wijk hangen spandoeken tegen de sluiting van de school. Onderwijsinstelling O2G2 wil de school sluiten omdat er te weinig leerlingen op zitten. De ouders zijn fel tegen. Zij vinden dat de hoogte recht heeft op een school. Bovendien zitten er relatief veel leerlingen op school die extra aandacht nodig hebben. Die moeten bij een sluiting mogelijk naar speciaal onderwijs. Tijd. Het is vreemd. Het is vreemd mooi ook. Nooit te zullen weten wat het is. Dat schreef Rutger Kopland ooit. Hoe vergankelijk de tijd is, is deze zomer te zien in het provinciehuis. Daar is een expositie met foto's van vroeger en foto's van nu. De bekende Groningse fotograaf Jurg Bosboom schoot vanaf 1973 honderden beelden van stad en ommelanden. Hij overleed in 2008. Fotograaf Alex Wiersma volgde zijn voetsporen. Hij maakte foto's van nu, op dezelfde plaats waar Jurg Bosboom dat jaren geleden deed. Zo brengt hij mooi de tand destijds in beeld. De foto's zijn nog tot eind augustus te bezichtigen in het provinciehuis.